En dat je kijkt naar Pata T. Vandaag is het super, super, super mooi weer na een hele lange periode van regen. En ik dacht, ik ga vandaag lekker iets met de ponies doen. Als het regent is dat altijd super stom, want alles is nat en we hebben natuurlijk niks binnen. En we hebben nog geen bak en dat soort dingen en geen drainage waardoor het water goed wordt afgevoerd. Dus als het regent is het eigenlijk altijd een beetje aanmodderen. Maar vandaag is het super lekker weer, dus ik ga vandaag iets leuks met de ponies doen. En ik heb besloten dat ik voor de eerste keer ga proberen om met ze te springen. Misschien lukt vrij springen, maar dat weet ik niet zo goed. Ik heb allemaal materiaal verzameld. We gaan gewoon iets proberen. En ik hoop dat het gewoon heel gezellig en heel leuk wordt. Jullie zijn heel lief. Yeah. Hier zijn de ponies. Ik moet ze ook eventjes poetsen, want ze zijn super vies van de regen. En omdat het dus zo wisselend was in temperatuur, verharen ze heel erg. Ik heb dit net er allemaal uit staan trekken. Dus er zitten hier allemaal losse plukjes en losse haren. Smarty heeft het wel erger dan Skittles. Skittles valt op zich wel mee. Daar heb ik ook al geprobeerd om een beetje haar uit te plukken. Maar er komt minder haar uit dan bij Smarties. Dus ik ga zo meteen eventjes poetsen en dan gaan we beginnen. Ik heb hier wat materiaal. Ik zal even laten zien wat ik precies heb. Als allereerste heb ik deze flexibele balken van de zolder getrokken. Dit is een soort schuim. Kijk, je kan erop staan en dan drukt het in. Het zijn echt zachte, flexibele, losse balken. En deze die kun je dus gebruiken als cavaletti. Je kunt er geen hindernis van maken, want als je hem optilt, kijk, dan hangt hij helemaal door. Dus dat kan niet. Maar ze zijn echt bedoeld als cavaletti en ze zijn dus extra veilig. Want als je dus een paard hebt wat niet zo handig is of wat het nog moet leren, dan is het dus niet erg als ze er per ongeluk op gaan staan. De balk die kan dan niet heen en weer gaan rollen. Paarden kunnen zich niet verstappen erop. Dus als ze per ongeluk hun voet verkeerd zetten, dan drukt dit gewoon in en dan is het niet erg. Daar heb ik er 3 van gepakt. 2 gele en een blauwe. En die heb ik maar even zo neergelegd. Ik ben heel benieuwd wat de afstand hier tussen moet zijn. Want die ponies zijn echt super klein. En ik weet dus niet zo goed. Ik heb het gevoel dat dit eigenlijk al te ver is of zo. Dus ik moet zo meteen even kijken hoe dat dan precies moet. Verder heb ik hier dus geen echte balken, maar ik heb wel regenpijp. En daar heb ik voor gekozen, want dit is namelijk rond. Dus dat kan rollen als ze hem per ongeluk aantikken. En het is super licht. Dus als ze er tegenaan tikken, dan is het ook niet zo heel erg. Ik heb 2 soorten. Een hele lange, wat dunnere. En een kortere, wat dikkere. En deze kan ik dan gebruiken om echt hindernissen mee te maken. Dus echt hogere hindernissen. En ik heb ook deze 2 blokken. Die staan zij lekker schoon te maken. Dit zijn speciale hindernisblokken. En hier kun je dus hindernissen mee bouwen. Kijk, dit is zo'n blok. Het is eigenlijk een soort van Lego blok of zo. En je kunt ze dus zo neerleggen. En dan kan je hier de balk in doen. Nou, dan heb je echt een mega laag hindernisje. Dit is echt, ik denk 15, 20 centimeter. 20 centimeter denk ik. Je kan ze ook op hun kant zetten. Dus zo, dan kan je hier de hindernis in doen. Of zo, dan kan je hier de hindernis in doen. Dit is ietsjes lager. Dit is ietsjes hoger. En wat je ook nog kan doen, is dat je ze dus op elkaar stapelt. Want hier zit een holletje in. Dus je kan dan, jongens, mag ik even, ik vind het heel fijn dat jullie mij helpen, maar ik moet even dit laten zien. Kijk, dan kan je ze dus zo op elkaar stapelen en dan klikt die in elkaar vast. En dan kun je op die manier een hogere hindernis maken. En dan kun je ook zeggen van, dan doe ik een balk op de grond, eentje in het midden en eentje bovenop. Dus dan kan je echt een grotere hindernis bouwen. Ik heb er eigenlijk 4 van deze, maar ik heb er 2 gepakt. Want ik denk, ik ga ze toch niet opzadelen, want ik denk dat dat dus te hoog is. Zijn ze leuk? Zijn dat leuke blokken? En tot slot denk ik dat ik ook gebruik ga maken van de band die ze hebben om mee te spelen. Je ziet dat het echt heel veel heeft geregend, want dan zijn ze niet zo. Ze lopen wel natuurlijk in de paddock ook. Maar ze zijn niet zo van, het is heel mooi weer en we gaan spelen. We gaan heel veel in de band. Normaal staan ze hier wel op, alleen je ziet dat er nu helemaal geen hoefafdrukken in zitten. Maar ik ga hem nu dus vandaag wel gebruiken. En ik dacht dat het misschien een goed idee was om hier de hoogste hindernis mee te maken. Want dan doe ik daar iets van een blok of zo
onder een balk en dan leg ik hem hier op het randje. En als ik toch nog ga vrijspringen, dan kan ik deze hoek misschien goed gebruiken als een soort aanloopje. Want ik kan ze dan, zeg maar, als ik ze dan ga longeren, dan kan ik hem zo in de hoek doen. En vaak dan zet je dus een gedeelte af met vrijspringen, waardoor ze eigenlijk een soort van naar de hindernis toe geleid worden. Maar ik heb dus geen materiaal om dat heel erg mee uit te bouwen. Maar ik kan het zo ook doen, want ze moeten dan, zeg maar, zo erin. En dan kan ik daar de hindernis neerzetten en dan kunnen ze er zo overheen. Ik ga even een halster en een halstertouw zoeken. En ik denk dat ik hier een longeerlijn heb. Dat is misschien ook wel een goed idee. Ik zie jullie zo weer. Dit is wat ik heb verzameld. Een halster, een kaptoom, dat is een soort bitloos hoofdstel. Een halstertouw, een longeerlijn, een longeerzweep waar het touwtje vanaf is. Nou, is dat niet zo erg, want de paddock is niet zo groot en de ponies zijn natuurlijk ook niet zo heel groot. En een kort zweepje die Skittles nu even gaat stuk maken. En ik denk dat ik ga beginnen met... Ja, ik denk dat Skittles het meest gemotiveerd is. Dus ik denk dat ik ga beginnen met Skittles. Ik heb het materiaal even aan de kant gelegd. Want ik ga eerst even Skittles een klein beetje longeren. Even verstappen en een rondje draven. Dat hij alvast een beetje is losgewerkt voor het springen. Goed zo, braaf. Goed hoor. Goed stappen. Goed zo, braaf. Goed. Draf. Goed. Kom, draf. Braaf. Zo, nu dat is gedaan, ga ik beginnen met de cavalettis lopen. Ja, ik heb dus deze afstand neergelegd. Ik zal even ertussen gaan staan, zeg maar voor jullie idee. Maar het lijkt echt heel ruim als ik hier nu sta. Ik ga dit gewoon proberen. Ik doe het gewoon aan het halstertouwtje. En dan kijk ik even of het zo goed is of dat het kleiner moet. Ik heb het stappen nu een aantal keer gedaan en dat gaat eigenlijk best wel goed. Ik heb ze nu een ietsje verder uit elkaar gelegd en ik ga het nu in draf proberen aan de longeerlijn. Oké, het draven is nog niet zo'n succes. Dus ik heb nu eentje weggehaald en ik heb er twee neergelegd. Kijk of hij nu snapt dat hij moet draven en dat hij het niet als hindernis moet zien. Vergeet ik dus net om bij de tweede keer cavaletti draven de camera aan te zetten. Het ging heel goed, maar het staat dus niet op beeld. Maar ik wil wel heel graag verder met de volgende oefening. Ik heb één buis neergelegd als voorbereiding op de sprong. En dan kijken we of hij hier ook overheen wil stappen en draven. En dan ga ik daarna een sprongetje bouwen. Ik heb een sprongetje gemaakt. Deze, dit is de laagste stand, maar ik denk dat die voor die kleine ponnetjes al best wel hoog is. En ik heb hem hier gelegd naast de band. Dus dan kan hij zo, zeg maar, aankomen en dan heeft hij aan beide kanten heeft hij steun en dan kan hij zo, huppakee, eroverheen. Dus ik denk dat ik dit maar eens ga proberen. En hij is best wel stoer met alles, dus ik denk dat ik het gewoon zo ga proberen. Je kunt er ook nog voor kiezen om bijvoorbeeld eerst de balk weg te laten en dan eerst zo door het poortje te laten lopen. Maar ik denk dat hij het wel in één keer kan. Als laatste ga ik het nog even zo proberen. Kijk, ik heb de balk daar op de band gelegd en dan zo schuin naar de grond. Dus dan is hij daar is iets hoger, hier is iets lager. Dus afhankelijk van hoe hij de bocht maakt, is dan de hindernis hoger of lager. Ga ik even proberen.
En als allerlaatste ga ik kijken, hij zit daar weer bij die blokken, of hij ook zonder longeerlijn, dus los over de hindernis wil. Ik heb deze zo laten liggen, die schuine, die ging eigenlijk best wel goed. Zo braaf, zo braaf, zo goed gedaan, hè? Zo goed gedaan. Kijk eens, ik heb in mijn zak heb ik een lekker brokje. Lekker, goed gedaan. Ik wilde eigenlijk ook nog even filmen met Smarties, maar ik zie net op de buirader dat het gaat regenen en daar zijn de wolken al. Ik ga wel nog eventjes met haar oefenen, maar ik kan natuurlijk niet de camera hier laten staan als het echt helemaal gaat regenen. Maar ik kan wel even alvast een klein beetje oefenen. Geeft ook verder niet, want dan komt er gewoon nog een tweede video. Vrij springen met Smarties, tenminste als jullie dat willen zien. Dit was de video vrij springen met de mini ponies, of nou ja, eigenlijk nu alleen met Skittles. Laat me even weten hieronder in de comments of jullie ook een video over vrijspringen met Smarties willen zien. Dan gaan we alvast een klein beetje oefenen, want ik weet dat Smarties helemaal geen ervaring heeft. En Skittles heeft wel een beetje ervaring. Dus wij gaan alvast een klein beetje oefenen en laat me weten of je die video wil zien. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week.